hadden die goal niet moeten pakken en we hadden zelf niet moeten maken. Nee, alleen al die goal niet pakken was al een beter resultaat. Dus ik denk dat dat een absoluut vermijdbaar doelpunt was. Je kan zeggen tegenslag, maar het is eigenlijk geen tegenslag, want we zijn ervoor verwittigd. Ik had dat meegegeven ook, ze weten dat al zo lang, dat ze alert moeten zijn voor die lage bal in de verste hoek. En dan nog eens Sven, die zoveel ervaring heeft, die ook goed bezig was in de match, moet ik zeggen. Hij haalde echt een heel hoog niveau, vond ik. Maar daar is hij niet alert. Dan ga je zo vrij nonchalant naar die bal en deviëren hem in je eigen goal. Ja. Dit zijn de details die bepalen of je matchen op de highest level kunt winnen of niet. Je speelt nu op een niveau dat ja, ook in België een topmatch zou zijn. Ja, dan kan je geen details tegen die mannen weggeven. Dus nu is het achtervolgen. En ja, het zal weer op details aankomen in de terugmatch. Want dit is een moeilijk te ontwrichten team. En dat is mijn tweede ontgoocheling. Ik vind al offensief met onze drie offensieve jongens te weinig hebben gebracht. Die mannen hebben te weinig van hun kwaliteit, van hun capaciteiten laten zien. Om meer gevaar te kunnen creëren. Er waren een aantal omschakelingsmomenten. Er waren een aantal momenten waar hadden we meer kunnen creëren. En misschien hadden kunnen scoren. Maar het was allemaal net te weinig. Dus wij gaan absoluut een topniveau moeten halen om in die terugmatch terug kunnen slaan en er misschien voorbij gaan.